begon bij SVZ2TV en deze keer de wedstrijd SVZ2 tegen HZVV uit Hogeveen. De eerste thuiswedstrijd van trainer Erik Assink. Niet veel verschillen met de opstelling met betrekking tot de vorige wedstrijd, de 2-2 tegen DOS 37 uit Vriezenveen. Maar er was wat meer strijdlust en dat is wat we zoeken bij SVZ2. Vechten voor die bal, ervoor gaan en keren de gestrekte poot erin. Dat maakt allemaal niet uit, maar stoompassie. En eens kijken of SVZ2 op deze winderige dag ook dat kan tonen. En eens kan kijken of we ze weer 3 punten kunnen houden in Wierden. Corner dan Kevin Aman. Kan die bal prachtig voorzetten. Maar dan wordt de bal afgeslagen. Maar het is Carlo Borghuis die de bal een roei kan geven. En zo is de eerste waarschuwing gegeven richting een goal van HZVV. Hier Kevin Aman. Kevin Aman kan opstomen. Altijd naar die achterlijn. Kan er buiten omheen. Zet hij de bal van voor. Kan er iemand voor krijgen. Dus oh, Ruud de Heide. Prachtige mogelijkheid. SVZ2 fel uit de startblokken. Maar dan laat HZVV ze ook even gelden. Maar dan wordt de keeper ontspeeld. Maar kan de bal netjes in de handen van Björn Nijsink worden gespeeld. Kevin Aman werd elke keer gezocht. Kan heel makkelijk buitenom bij het mannetje voorbij. Kan dan het bal voortrekken. Wie staat er dan te wachten? Er staat niemand te wachten. Kan de bal niet worden weggewerkt? Dan is het Dennis Sabas. Dennis Sabas, maar die roeit de bal over. SVZ2 lekker bezig. En dan is het een vrije trap voor HZVV waar Akkerman voor gaat melden. Nijsink zet geen muurtje neer. Denkt de afstand is groot genoeg. Ik kan de bal wel zien aankomen. En hij heeft gewoon gelijk. Pakt die bal. Zeker. Goeie keeper van SVZW. Dan is het Mirko Sviers. Mirko Sviers kan kijken waar hij de bal kan afspelen. Maar hij gaat gewoon 2 man voorbij. Pakt dan een 1-2'tje met Ruud ter Heide. Kan hij die bal schieten? Och, wat jammer. Deze aanval had zeker een doelpunt verdiend. Ja, de Maradona van SVZW. Mirko Sviers. Dan Van Keulen. Van Keulen op de bal op Ruud ter Heide. Ruud ter Heide kijkt ook in het rond. Kan de bal niet afschieten. Gaat dan een spurtje aan. Kan die bal voortrekken. Dennis Bas! Dennis Bas! Oh, nee. Het is Streuken die bal gewoon uit de goal ranselt. Beetje keepergeluk moet je hebben. Helaas voor SVZW. Nou, een aantal goede mogelijkheden. Dit is een prachtig mooi voorbeeld hoe SVZW erop kletste. Michael Wensink kan die de bal veroveren op het middenveld. Kan de bal naar Borghuis. Borghuis naar Ruud ter Heide. Ruud ter Heide kan die de bal afvuren. Oh, dan is het weer Streuken die in de weg ligt. SVZW. Eigenlijk de toonaangevende club in de eerste helft. Maar HZVV heeft ook zijn visitekaartjes. Deze bal wordt dan overgekopt. Een van de schaarse momenten dat HZVV voor het doel van SVZ2 kwam. Hier Borghuis. Borghuis weer met felheid die bal veroverd. Richting Aman. Aman kan hij weer buitenom. Aman ziet er iemand vrij staan. Wie is dat? Ruud ter Heide. Ruud ter Heide. Ja, natuurlijk Ruud ter Heide. Ruud ter Heide maakt het doelpunt voor SVZ2. Het verdiende doelpunt. SVZ2 was de ploeg die aanvalt. En Ruud ter Heide in de korte hoek kopt hij hem binnen. 1-0 voor SVZ2. Borghuis met de bal weer op Kevin Aman. Veelvuldig gezocht in de eerste helft, zoals we dat zeiden. Dan kan de bal weer voortrekken. Maar dan is het een makkelijke vangbal voor keeper Streuker van HZVV. Dan is het Bas Woesthuis. Bas Woesthuis. En oh, weer een goed schot. Maar helaas geen doelpunt. Dan zitten we tegen de rust aan. En dan is het Carlo Borghuis die de bal net over de doel trapt. En dan is het rust. En in de rust komt Frank Ulderink in het veld. Kijken of hij wat meer dreiging ook naar voren kan krijgen. Dan een corner. Kevin Aman kan de bal Ruud worden teruggebracht. Dan is het een balletje over. Helaas door Frank Ulderink. HZVV moest wel komen, want stond met 1-0 achter. Kleine hensbal hier, maar is het Björn Nijsink die de bal rustig kan pakken. En kunnen we weer gaan opbouwen naar de volgende aanval. Hier Frank Ulderink wordt weggestuurd. Kan de bal netjes voorkrijgen. Wie zet er een kop erachter? Nee, Streuken pakt weer die bal. En dan is het helaas voor SVZ2 niet een doelpunt. Frank Ulderink draait zich er fantastisch uit. En dan hier is het een kleine toch overtreding op Ruud ter Heide. Maar de bal kan niet worden binnengewerkt. En dan is het weer HZVV die richting een goal van Björn Nijsink gaat. Dan is de balletje op strijker. Maar Nijsink is eerder en pakt die bal keurig netjes uit de lucht. Het is weer HZVV met hier Luchtenberg. Luchtenberg kan doorstomen. Kan alleen op de keeper af. Maar dan is het gelukkig Björn Nijsink die een tik op het hoofd krijgt. Gelukkig wel kan doorspelen.
En nog steeds het doel schoonhoudt. En dat ziet ook Freddy Nijhoff natuurlijk. Houden we dan die 3 punten binnen hier bij SVZW? Het zal toch eens een keer mooi zijn. Het is verdiend. Het is echt verdiend. Maar hier weer een goede mogelijkheid van HZVV. En dan is het nog 10 seconden. En dan staat er 90 minuten op het bord. En dan mag de scheidsrechter gerust afluiten hoor. Geen enkel probleem. Er zijn niet zoveel noemenswaardige dingen geweest om zo lang bij te trekken. Alles wordt uit de kas gehaald. Nog een keer een wissel. Pak die tijd. Kom op SVZW. Houd die 3 punten vast. Het is je zo gegund. En helemaal in deze wedstrijd. Inmiddels al in de 5e minuut blessuretijd. En dan is het Luchtenberg die een aanslag op Michiel van Keulen pleegt. Een aanslag, scheidsrechter. Daar mag je voor fluiten. Maar hij mag door. En dan is het de bal op Strijker. En dan is het 1-1. 1-1. Hij floot voor alles. Als je elkaar al aankeek, kreeg je een vrije trap mee. En hier... 2 benen erin. Michiel van Keulen over de planeet Maan heen en weer terug. En dan gaat het gewoon door en hij mag hem voorzetten. En dan is het ja onhoudbaar ook voor de keeper. 1-1. Schandaal. Wij mochten deze wedstrijd gewoon niet winnen. Bedankt scheidsrechter dat we maar 1 punt hebben in plaats van 3 punten. En dan zou je nu gelijk wel affluiten, denk ik. Ja. Natuurlijk fluit hij dan af. SVZW mocht deze wedstrijd niet winnen. In de 5e minuut blessuretijd werd het dan gescoord 1-1 door Strijker. Onterecht. We hadden de 3 punten moeten hebben. We hebben maar 1 punt, maar we hebben strijd. We hebben passie gezien en dat is wat het SVZW hart toch weer harder doet kloppen. Erik Assink gaat door op deze lijn en we zien elkaar weer terug bij SVZW TV. Tot de volgende wedstrijd.